Vandaag gaan de pro en ik parkour ninjas worden. En pro, laten we testen of we dat al zijn. 3, 2, 1, let's go. Heel makkelijk, gewoon op die doos heen springen. Ja, we moeten dus meer strength hebben om eroverheen te springen. En strength kan je dus hier trainen. Zo, hoppakee, kijk eens aan. Alleen, dit gaat nog wel heel slow, hè, pro? Ja, de klikken helpt wel, maar... Ja, dit gaat echt veel te slow. Dus, laten we even onze winst spenden. Want ik heb 50 winst blijkbaar. Maar waarom? Oh nee, deze kan ik niet kopen. Deze kan ik wel kopen. Voor 30 winst. En die geeft ons waarschijnlijk een huisdier. Ik krijg een beer, een common. Oh, ik krijg weer de common. Oh, jij krijgt weer de common. Nou, dan is het niet zo denderend. En als je dan nu gaat trainen, dan krijg je denk ik veel meer. Ik krijg nu elke keer plus 3. Kijk, dan gaat het al een stuk sneller. Ja, ik heb plus 2. En pro, wie na 15 minuten de beste parcourspersoon is, die is de winnaar van deze challenge. Ik heb trouwens 70 lag, dus ik ga nu even testen of ik nu al beter die parcours kan. Kijk, nu spring ik er overheen. Hoppa, heb jij nog geen 70 lag? Ik heb 150. Oh, heb je al 150? Oh, je hebt ook al die gift geclaimd dan zeker? Nee, nog niet. Oh, hoe kom je al aan zoveel dan? Wat is dit nou? Nou, ik heb getraind, Mick. Oh, heb jij getraind? Oké, even kijken. Ik kan nog een ei openen. Let's go. Ik krijg weer de uncommon beer. Let's go. En dan gaan we nu de pet activeren. Yeah. En dan ga ik ondertussen ook mijn gift claimen. Plus 3 winst. Dat is echt ziek weinig. Dat is echt niks inderdaad. Even kijken. Oké, we moeten trainen. Hoppa, 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 hoppa. Oké, nu heb ik al 215 strength. Oké, ik nu ook. Ik heb nu 300 strength. Ik ook. Ik heb nu 350 strength. Ik krijg elke keer plus 6. Plus 6? Ja. Je hebt gewoon veel betere pets dan ik. Ja, nou, ik heb maar 1 betere pet, hè? Ja, maar ik heb er 3. Oh. Is het verschil. Je hebt 3 commons, zeker. Ik heb ook 1 beer. Ik heb 1 uncommon, 1 common en... Ja, Oké, nou ja, ik ga even voor de 1000 trainen. En als ik 1000 heb, dan ga ik toch even weer een keer parcouren. Kijk hoeveel winst ik dan krijg. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Kijk, als je oplet, dan staat er precies hoeveel je nodig hebt. En 1000 is niet hoeveel je nodig hebt. Staat er hoeveel je nodig hebt? Waar moet je dan kijken? Je kan namelijk al 900. Als je faalt, dan komt dat in beeld te staan. Oh, oké. Nou ja, ik ga bij 1000. Oké, weet je, ga jij maar lekker parcouren dan. Dan ga ik een andere tactiek. Hier, hoppa. Ja, ga ik hier doortrainen. Oh, jij gaat harder trainen. Zo, plus 58 per klik. Hé, ik kan trouwens ook betere schoenen kopen, hè? Precies, ja. Maar die kosten... Oh, die kosten best veel winst. Oh, 250 is wel. En dat is ook weer een gift ready. Lucky. Oké, dat is wel fijn. Dat is vooral voor jou fijn, pro. Dan kan je wat meer geluk hebben. Oké, ik ga ook weer parcouren. Eens even kijken. Zo, let's go. Bap, 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 bap. Hoeveel winst krijgen we nu wel niet? Ik spring over de fiets heen. Zo. Oké, dit gaat... We komen nu echt al een stukje verder, hè? Oh, wacht. Oh, ik ben helemaal niet op aan het letten. Oké, nou, maar net. Oké, eens even kijken. Dit kost 500 winst. Oké, ik moet echt... Ik kan zelfs al over die auto springen, pro. Jeetje. Kan jij ook al over de auto springen? Nope, ik kon niet over de auto. Oh, kan ik over de vrachtwagen al? Nee, dat niet. Maar ik heb nu al 381 winst. En ik denk, als ik nog 1 keer ga, dan kan ik dat ei openen van 500. En die gaat je sowieso ziek helpen. Nou, weet je wat ik een beetje het probleem had, Mick? Nou, wat was jouw probleem? Ik was het hele parcours aan het doen en ik had geen één keer geklikt. Oh, je had geen één keer geklikt? Nee, je moet ook klikken tijdens het parcours. Ja, ik ging dus heel slow de hele tijd. Ik heb de frog gekregen en die zorgt ervoor dat ik nu 86 keer krijg per klik. Ja, nu gaan we hard. Nu gaan we hard. Voor zo'n pet. Even kijken. Wacht, hier moet je natuurlijk ook tegenwoordig in kijken. Nee, bij de Season Pass is niks. En bij die quest, ik heb daar een uitroepteken. Oh, dan moet je 45 minuten spelen. Oké, come up. Kom op, Mick. Oh, de daily chest trouwens. Hoppa. Keer 2 winst. Keer 2 winst potion bij de daily chest. Ik zeg het maar, hè. Keer 2 wat? Een keer 2 win potion bij de daily chest. Oh, die wil ik hebben, Ja, dat snap ik. Daar, rechts. Ik had tenminste keer 2 winst. Ik weet niet of jij dat ook krijgt. Moet je hem activeren? Nee, linksonder staat dan zo'n gele potion die een half uur duurt nog. Ja, die heb ik ook. Oké, top. Oké, kom maar. Trainen. Oké, ik ga ook even parcouren. Let's go. Ondertussen gift ready. 5 winst. Waarom zijn die gifts zo slecht? Mick, ik heb niet heel veel geluk met mijn pets. Wat dan? Nou, gewoon, ik krijg gewoon troep. Nou, ik heb nog 3 minuten die luck potion. Ja, die had ik dus ook en ik krijg nog steeds troep. En ik wil eigenlijk die... ik zit nou zo van, ja, ik kan wel traden, maar we moeten die luck potion natuurlijk wel goed uitmelken, hè? Dat wel, ja. Eens even kijken, terwijl ik hier trouwens ga. Zo, kan ik dan deze kopen? En... Oké, ik heb nu betere schoenen gekocht. Ik heb betere schoenen gekocht, bro. Ik heb nog niet. Zo, hoppa. We hebben al 1000 wins heb ik nu. Ga niet zo vlug met alles, joh. Oh, ik kan zelfs al over de dubbele auto springen. Ik heb nu al bijna 2000 wins. 2.2k. Hoppa, kijk. Kom op. 2.7k. Kan ik al over de dubbele vrachtwagen springen? Ik denk het niet, maar we gaan het toch proberen. Ja. Oh, joh. 750 wins. Zo. Mijn wins gaan wel heel hard nu, ouwe. Wat? Ik heb bijna 5000 wins al. Bijna 5000 wins? Ja. Oh, jeetje. Oh, maar jouw strength gaat echt ziek hard. Wat heb je gedaan, bro? Ja. Heb je Robux gespend? Ik heb niks gespend. Hoe kan je nou niks gespend hebben? Ik heb 5k wins. Jeetje. Wat kan ik trouwens doen? Hoppakee, weer een frog. Kijk, terwijl jij wins aan het stekken bent, ben ik strength aan het stekken. En ik ga naar de volgende zone. Oké, bro. Gaan we het zo doen? Ja. Maar ik was veel slimmer bezig. Wat is dit nou opeens? Was veel slimmer bezig. Ja, nee, maar dit is oneerlijk. Oh, ik krijg 4k per strength. Oh, jeetje. Ja, nu is het voorbij. Nou, hoeft nog niet. Kom op. Trainen, Mick, trainen. Oké. We moeten dus... Wacht, hoeveel krijg je? Jij hebt elke keer nu? Ik krijg nu plus 4000. Plus 4000? Oké, ik moet echt zo snel mogelijk naar die volgende toe. Oh, waarom zijn die gifts ook zo slecht? Je krijgt plus 5 wins. Waar heb je daaraan? Ja, die gifts heb je inderdaad helemaal niks aan. Hé, keer 2 win potion. Die hadden we nog niet. Oh, ja. Oh. Ja, precies. Ik heb ook nog een half uur keer 2 win. Het is echt niet normaal. Oké, nu gaat het ook wel hard. Jeetje, het is echt niet normaal. Hard het gaat als je eenmaal op die 15k required zit, zeg maar. Ja, dat is het ding, hè. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ik wil ook naar de volgende wereld. Oh, Pro heeft al een 500.000. Jeetje, man. Ik krijg hier gewoon 50k winst per... Ja. Ik kom ook al. Even kijken. Kan ik hier ook niet even... Deze... Wacht, even kijken. Kan ik hier niet een ei kopen gelijk? 300k. Ja, hoor. Oh, die ga ik even halen dadelijk. Die ga jij even halen dadelijk? Ja, die ga ik even halen. Zo, 300k. Kijk eens aan. Boom. 300k. Krijg je zoveel wins hier? Je krijgt de hond. Oh, ik krijg de rare. Oh, en ik krijg ook nog de rare. Oké, je moet dus blijkbaar gewoon trainen. Dat is bijna het enige wat je hier moet doen eigenlijk. Ja, en je moet echt... Als je het eerst overheen wil gaan, dan moet je 500.000 hebben. Oh, dankjewel voor de tip, bro. Ja, ik denk ik help het even. Kom op, kom op, kom op. Trainen. Maar hoeveel krijg jij nu per klik met die nieuwe pet van je? 7050. 7050. Ik 4700. Ja, dan moet ik ook maar proberen die nieuwe pet te krijgen. Let's go. Maar ik heb mijn shoes nog niet geüpgrade. Dus... Kom op, Merk. Ik moet ook die nieuwe pet krijgen. Hoeveel kostte die pet? 300k, toch? 300k. Oh, maar ik ga het niet over die grote kunnen springen natuurlijk. Nee, dat dacht ik al. Oh, dus ik moet meerdere keren deze nu gaan doen. Kom op, kom op, kom op. Oké, 500.000 wins. Oké, gelijk dat ei openen, want dat is blijkbaar nodig. Kom op. En ik krijg een... Oh, ik krijg natuurlijk niet de beste. Ik krijg nu 6.000 wins per seconde. Je moet ook gewoon over een huis heen springen, Mick. Over een huis? Over een huis heen, ja. Dat kan ik ook nog niet. Oké, Pro. Dit is echt onmogelijk. Hoe ga ik jij nog inhalen? Je hebt al 1 miljoen. Ja, dus ik weet niet. Je moet even een andere tactiek vinden, denk ik. Ja, nou ja, ik probeer het. Ik doe mijn best. Even kijken. Beste pets equippen, nieuwe shoes kopen. Welke kan ik kopen voor 150k? Ik kan niet eens super snel trainen. Wat is dit? Boom, equipped. Zo. Ik wil ook betere schoenen. Ik moet ook betere schoenen kopen. Goed dat je het zegt. Ik krijg nu 10.1k per ding. 10.1k? Ja, 10.1k. Jeetje, dat is echt ziek veel. Je kan een pet 8000. Ja, die had ik al geclaimd. Ja, op zich. Beter dan ik had verwacht. Oké, kom op. Let's go. Oké, we springen nu wel echt super snel. Heb jij die beste ei geopend? Beste ei? Hoe duur? Nee, die heb ik nog niet geopend. Oké, dan ga ik dat proberen. Dat is mijn andere tactiek. Ja, kan ik met 1 miljoen al over die huizen springen? Nee, helaas niet. Kom op. Moet je 4 miljoen hebben. 4 miljoen? Dat kwam er bij mij in beeld te staan in ieder geval. Oh, ja, ik zie dat niet in mijn beeld staan. Of ik let niet goed op. Elke keer als ik faal, dan komt er rode teksten staan daarmee. Oké, kom op, kom op, kom op. Ja, en dan nog 1 keer. En dan gewoon go back, want ik hoef niet er tegenaan te botsen. Even kijken. Kom op, geef me echt zoiets OP's dat ik pro inhaal. Dat zou zo chill zijn. Even kijken. Equip best. Oké, ik krijg 9.2k nu. Wat is dit, joh? Hoeveel pets heb je? Ik heb 3 pets. Heb je al 3 pets van hier? Ja. Volgens mij, ja, en die cyberpad. Ik heb letterlijk wat jij... Ik heb bijna hetzelfde... Ja, jij hebt zeker de rare gekregen en ik niet. Ik denk dat dat het verschil is. Je hebt al 3.8 miljoen. Ik heb de Sand Dragon en de Camel. Ja, ik heb de Sand Axolot. En ik heb de meest slechte gekregen van die 1.5 miljoen ei. Oh nee. Ja, precies. Hey, ik denk dat het tijd wordt om een Robux eitje te openen, Pro. Zo. Robux eitje? Wat? Ja, zo. Ik heb de Neo. Nee, Eén keer ik zal geopend. Nee, ik heb het al gedaan. Sorry. Ja, anders krijg ik je niet ingehaald. Nee, wacht. Ik zit midden in de parcours. 150 Robux kostte die. 150? Even kijken, wat... Hoeveel krijg je nu? Oh, dat valt mee. Ik krijg nu 20k per klik. 20? Dat is heel veel, Mick. Wat heb je het over dat valt mee? Dat valt toch best wel mee? Wat Hoezo krijg jij dan? Mee? Ik krijg 22k op deze. Ja, dat bedoel ik. Jij krijgt wel 40k. Ja, dat klopt. Jij kan ook Robux spenden. Weet je wat? Dat ga ik niet doen. Oh, ga je dat niet doen? Nee, ik sta daar boven, Mick. Ik sta daar boven. Ik sta boven de Robux. Oké. Ik heb dat niet nodig. Nou, ik denk het wel, hoor. Ik ga je verslaan zonder Robux te spenden. Oké, nou ja, ik wens je succes. Ja. Kom op. Oh, dus ik mag heel veel Robux spenden de hele tijd. Nee, nu is het ook klaar. Wat? Maar ik sta nu is het wel klaar. Ik sta er niet boven. Mick, nu is het klaar. Dus maar ik heb al iets gekocht. Nee, wat heb je nu weer erbij gekocht dan? Weet ik niet. Moet je maar uitzoeken. Hoppa. Moet ik maar uitzoeken? Wat is dit dan weer voor in één keer? Wat hebben we hier nog? Ja, maar nu, heb je ook opeens schoenen gekocht of zo? Nee, even kijken. Ik krijg nu 170k per seconde erbij. Kijk, anders kijk ik best. 188. Je hebt een VIP. Nou, dat niet alleen hoor. Je hebt nog meer gehaald? Ja, het ging opeens heel snel. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Oké, Mick. Oké. En jij staat tot daar boven? Ja, ik sta er ook boven. Oh, okay. En daar blijf ik bij. Oké. Mijn principes zijn van staal. Oh, is dat zo? Jazeker. Even kijken. Nou, ik zit nu al op 10 miljoen strength. Hoeveel kost die volgende wereld? 35 miljoen. Oké, dan moet ik nu al ongeluk in 2 minuten. Want elke keer als je ook traint, gaat het ook sneller, hè? Ja, ik weet het. Trouwens, we zijn nog allebei een noob. Kunnen we ergens rebirthen? Waarom zijn we nog een noob, weet je wel? Nu het zegt, ik weet het ook niet, nee. Wat heb je nog meer trouwens gekocht? Nu wil ik het ook weten. Nou kun je ook gewoon alles zeggen. De starter pack. En VIP. Starter pack, en VIP, en een Robux ei. Oké. Ja. En dat helpt wel blijkbaar. Ja, maar ik vraag me oprecht af waarom wij nog een noob zijn. Want ik denk dat je dus ergens moet kunnen rebirthen of zo dan. Maar ik kan nergens zien waar dat kan. Ik durf het ook niet te zeggen. Maar hoe lang heb je al kunnen spinnen? Wat hè? Hoe lang heb je al kunnen spinnen? Oh, ik heb gelijk aan het rad gespind. Oh, oké. Nou, wat heb jij van het rad gegeten? 25 wins. 25 wins, ja. Ik kreeg een luck potion, dus dat deed ook niet heel veel. Dat deed niet heel erg veel. Ja, omdat ik geen geluk heb alsnog. Oh ja, nou, dat is pech. Ja, klopt. Even kijken, kan ik hier nou ook dingen claimen? Nee, dat niet. Oké, bijna 35 miljoen winst. Kom op, Mick, door trainen. Kijk ik hier niet meer? Ik ben gewoon benieuwd. Oh, het boeit niet. Ja, trouwens wel. Het boeit wel. Oké, ik ben heel benieuwd in die volgende wereld pro daar is. Ik zie je daar wel, hè? Nou, ik ga dat niet meer redden binnen de tijd. Dus, ik zie je daar wel, hè? Ja, tot dan, hè, pro. Ja, doei. Even kijken. Oh, het is hier mooi. Dus even kijken, als ik hier nou 1 keer ga trainen, wat ik dan krijg. 1,4 miljoen erbij. Oh, wat leuk. Ja, hè? Ja, echt top voor je. Ben ook benieuwd of ik überhaupt hier al ergens overheen kan springen. We gaan het wel proberen. En... Oh, 4 miljoen wins. Oeh, 8 miljoen wins. Hé, je krijgt hier 4 miljoen wins per sprong. Hé, trouwens, je kan weer een gift claimen. Keer 2 wins, blijkbaar. Ja, dat hebben we nu al voor een uur. Ja, dat hebben we al voor een tijdje. Oké, zo. Even kijken, met 4 miljoen wins. Oh, 30 miljoen wins. Even kijken, you need more wins. Ik heb letterlijk... Oh, nee. Oh, wacht. Ik dacht dat ik 13 miljoen winst had, maar dat was mijn strength. Ik heb 50 miljoen strength, dus dat was niet mijn winst. Pro, de tijd is voorbij in 5 seconden! Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik moet wel zeggen dat ik misschien een beetje vals heb gespeeld. Nou, fijn dat je het wel zelf toegeeft dan. Ja? Dat doe ik dan nog wel. Maar ik heb wel gewonnen. De tijd is voorbij! Let's go! Ja, laten jullie maar in de reacties weten wie daadwerkelijk heeft gewonnen. Ik heb misschien wel een klein beetje vals gespeeld. Wil je nog een leuke Roblox video zien? Klik dan snel hier, abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik Mick out.